Marijn van Doorn van Custom Cycles. Jullie verdelen onder meer Duel, Lightspeed, Merlin. We staan hier bij een Duel-fiets. Duel is enkel stalen frames en staal is in 2009. Waarom is dat zo? Ja, Duel is inderdaad een Nederlandse fiets, geheel gemaakt uit staal. Duel heeft een historie van 26 jaar. Dat is al een en dezelfde bouwer. Dus een enkel persoon die al 26 jaar lang stalen frames maakt. Hij is ook wel degelijk met zijn tijd meegegaan. Dat zie je ook aan de fiets. Het is grappig bijvoorbeeld om te merken dat met name op zijn beurs dat mensen op de buis tikken. Vervolgens vragen, ja, wat is dit voor materiaal? Als je dan zegt van nou, dit is staal, dan vallen ze als het ware achterover. Een stalen fiets is zeker terug van weg geweest. Het is nooit echt weg geweest, maar het wint duidelijk aan populariteit. Waar staal heel goed mee is, is dat het echt helemaal te customizen is richting een klant. Dus in maatvoering, in buisvorming, maar zeker ook het uiterlijk van een fiets. Sloping, recht, kleuren, eigenlijk alles is mogelijk. Omdat het een unieke fiets is, per één stuks gemaakt. Dus geen massaproduct. Het is ook, in tegenstelling tot wat vele mensen denken, vrij licht. Ja, dat staal zwaar zou zijn is een achterhaald idee. Een stalen fiets zal altijd wat zwaarder zijn als een carbonfiets. Maar dat gewicht is door de regel beperkt tot 400 gram, zo'n beetje. Die 400 gram die je extra hebt in een stalen frame, die geeft die ook terug in de vorm van levensduur, in de vorm van comfort. Dus de hele rij-eigenschappen van een stalen fiets, nou ja, die zijn eigenlijk zo goed als iedere andere fiets. Daar hoef je het zeker niet voor te laten staan. Jullie gaan echt wel voor de alternatieven, hè? Met Lightspeed ook en Merlin, titanium fietsen daar. Dus er zit wel degelijk een goede markt in het niet-aluminium, niet-carbon markt eigenlijk. Ja, absoluut. Je ziet natuurlijk zeg maar, dat een markt zich splitst eigenlijk. Aan de ene zijde heb je meer de fabrieksfietsen, de fietsen uit een doos, grote fabrikanten, grote collecties. Daarnaast bestaat er zeker een niche-markt voor unieke producten, veel meer oog voor het individu. En dan zie je ook met name zeg maar, dat andere materialen zoals titanium en staal ja, zich zijn weg vinden naar de consument. En het grappige is dat ook die groep toch ook weer steeds groter aan het worden is. We merken zeker dat er ja, een voorwaartse gang in die markt zit. 2009 is dus, wordt dus een goed jaar voor jullie. Ik denk dat 2009 zeker een succesvol jaar gaat worden. Ja. Oké, bedankt Marijn. Graag gedaan.